Vallig als hangende spits. Gespeeld en doet dat wel goed. Ik herinner me op de openingsspeeldag. Dan bij Burgess van Union. Albanese op links met een beetje ruimte. Albanese kan maar binnen en dan gaat hij het proberen. Kakawa wil hem vroeger. Het gaat richting Okazaki. Afval de bal belandt bij Bruls. Bruls steekt hem naar links tot bij Dessel. Hier zit iets in voor de Canaris. De voorzet van Dessel. En dan de kopbal van Okazaki. Hij is nog snel op zijn 36e, Okazaki. Mooi paasje. Dit lijkt me misschien wel buitenspel. En dan een poging van Dazen. Vlag gaat niet de lucht in. Robbie Dazen. Het wordt een outswinger met de rechter van Christian Bruls. Korte aanloop. En dan Leisner, die gaat binnen. Hubert laat zich verrassen door een simpel tikje binnenkantschoen van de kapitein van Sint-Truiden. Knappe assist, Christian Bruls. Maar dit mag eigenlijk niet gebeuren. Beroeren, deviëren. Maar dat die zo binnen gaat, ik denk niet dat de centrale verdediger van SCV ook dat had verwacht. De loopactie is uitstekend weg bij Uroguide. En dan Hubert die te laat toch met de reflex uitpakt. Kan je dit zelfs een reflex noemen? Weg bij Janssens. Dan moet er een fluitsignaal volgen en dat volgt. Snel genomen vrije trap. Ambrose. Tanka Willem. Ambrose wil het zelf forceren. Ambrose. Schmidt nog eens aan het werk gezet. 25 minuten ver. De gele kaart had Stasis heel snel uit de borstzak getrokken. Dus maar allemaal wel wat kalmer. Eerste kaart in dit duel. Hij begon daar aan een fantastische ingeving. Okazaki. Die stond dichterbij Stasis. Het was Kagawa met een zwaaiende arm. Vrije trap met Alessandro Albanese. Nog één minuutje toegevoegde tijd. Tangen en Cateralis gaan mee. Hier komt die vrije trap. Is lang onderweg. Wel nog Tangen die hem heel even streelt. En zo die verwerkte naar de verste hoek. Zij heeft Oostende in deze eerste helft niet kunnen creëren. De bal schiet door tot in de voeten van Atanga. Ambrose in het 16 meter gebied. En de redding van Schmidt. Dit is een kans zonder verkleinwoord. Coach van een Sint-Truiden, nooit gebeuren. Dat simpele balverlies. En Oostende probeert daar heel snel van te... Rocha leidt balverlies bij Okazaki. Simpel met de hiel afgelegd. En dan Kagawa in de loop van Ashioka. Die staat er wel helemaal alleen voor. Albanese probeert terug te keren. En dan het schot. Oh, zeer goede poging. Van de rechtsachter van STWV, Daiki Ashioka. Moest wel zijn eigen kans gaan, want niemand van de andere Canaries die er in geslaagd was mee op te drukken. Albanese kan niet meer terugkeren, dan is er wel. Is het veel meer in evenwicht dan voor de pauze. Hornby rateert zijn controle, interceptie. Aldakiel. Mooi van Hornby door de beentjes van Koita. De voorzet van Dazen is goed. En dan McGeehan die hem niet kan kadreren. Dit is een volbloedkans voor de Noord-Ierse invaller. Mag je van buiten de 16 niet laten aanleggen. Maar dit schot heeft niet goede kracht. Nog de juiste richting. En dat is het allerlaatste wat deze wedstrijd tussen STVV en KVO te bieden heeft gehad in de Diaz Arena.